Hoi, ik ben Nikki Trip van Stem op een Jongeren en vandaag zijn we in de Tweede Kamer om interviews te doen met Tweede Kamerleden voor Kieswijzer de podcast. Ja, hallo, het is je razende reporter bij de Tweede Kamer en vandaag sta ik hier met Rob Jetten, de lijsttrekker van D66. En we gaan dus even wat vragen stellen. Rob, allereerst, jullie partijprogramma is niet kort, zou je kunnen zeggen. Ja, we wilden allemaal een campagne van de inhoud, dus we dachten we doen 207 pagina's, staat alles in. Ja, dus oké. En denk je dat er ooit nog bij jullie een korter programma komt? Of is dit gewoon jullie ding voor altijd heel lange programma's? Nee, wij hebben nu ook een korte versie in begrijpelijke taal. Supergoed te lezen. Okay. Maar alle belangrijke onderwerpen zitten ook in video's van een halve tot anderhalve minuut, waarin ik alles aan je uitleg. Oké, super. Nou, eigenlijk had Kieswijzer podcast natuurlijk dan in één hele aflevering exact, doet, heb jij een kort stukje gedaan. Nou, dat is fijn. Dan kunnen de kiezers in ieder geval weten wat er in het programma staat. Yes. En in het programma heb je nog iets waarvan je denkt, hier ben ik echt het allertrotste op? Of hier heb ik persoonlijk me echt hard voor gemaakt? Ja, nou ja, kijk, ik ben natuurlijk super blij dat we de klimaatdoelen eindelijk gaan halen nadat ik anderhalf jaar klimaatminister ben geweest. Mm-hmm. Maar we gaan ook vol door met die ambities. Maar het programma staat ook weer vol met onderwijs. Hè? Van jong tot oud, hoe kun je een hele leven leren zonder prestatiedruk? Met goede investeringen. Ja, daar, uiteindelijk is dat toch de partij D66 die altijd voor het onderwijs opkomt. Oké, mooi. Nou, over die inhoud. Dat is mooi dat jij er al even over begon. Want daar zijn we absoluut ook van. Dus we gaan een razende quiz doen. Okay. Om even te kijken hoe goed jij die inhoud allemaal kent. Die heel veel pagina's die je natuurlijk ook hebt samengevat. Ja, allemaal uit mijn hoofd geleerd. Precies, daar ga ik vanuit. Dit is wel een test hoor. Ja, dit is de test. Even kijken. Vraag nummer 1. Kort antwoord wil ik hebben. En het is multiple choice, dus we helpen je een beetje. Per welke datum willen jullie de gaswinning in Groningen definitief stoppen? Is dat 1 september 2024? Is dat 1 oktober 2024? Of is het een soort van Sinterklaas cadeau op 5 december 2024? 1 oktober. Ja, dat is correct. Heel goed. Oké, vraag nummer 2. Jullie willen de toekomst, toekomstraden oprichten. En wij zijn benieuwd, wie zitten daar dan in? Zijn dat jonge activisten en CEO's? Zijn dat CEO's, jonge ondernemers en hoogleraren? Of is dat gewoon de crew van Kieswijzer de podcast? Dat antwoord is Antwoord B is het volgens mij op deze. Ja, maar ik vind eigenlijk antwoord C beter. Dus misschien kunnen we het verkiezingsprogramma nog even aanpassen. Ja, daar kunnen we misschien wel over praten later nog even. Okay. Volgende vraag. In het partijprogramma van D66 staat dat als je gaat werken, dat je werkgever ook een deel van je salaris stort in je ontwikkelingsbudget maandelijks. Is dat 0,2% maandelijks? Is dat 0,5% maandelijks? Of is dat 1% maandelijks? Dat is volgens mij 0,5. Ja? Ja. Dat is goed. Ja. Lekker. Okay. En daarnaast doen we ook een loopbaanboost. Vind ik trouwens een van de mooiste voorstellen. Want ik heb een universitaire opleiding gedaan, maar er is heel veel geld in mij geïnvesteerd. Ja. Misschien dat een mbo'er veel korter heeft gestudeerd. En dan geven we die persoon 50.000 euro. Voor de rest van zijn leven, voor een loopbaanboost. Dus als je dan nog een keer wil doorstuderen of omscholen, dan kun je daar gebruik van maken. Oké, boost. Oké, nice. Nu gaan we boosten snel naar de volgende vraag. Vraag nummer 4. In het partijprogramma pleiten jullie ook voor true pricing. Maar andere partijen ook. Kun je daar een paar noemen? Die ook true pricing doen. Ja. Of dat pleit er voor in het programma? Nou, Partij voor de Dieren doet dat naast D66. Ik dacht ook Volt. Ik hoop Partij van de Arbeid GroenLinks, maar dat weet ik eigenlijk niet. Ja. En de ChristenUnie. Ja, en nieuw sociaal contract. Oké, ja, dus mooi. There you go. Dus gaan we de goede kant op met z'n allen. Ja, precies. Hoe meer groene partijen er zijn, hoe beter. Lijkt me ook. Ja. Oké, en in welke van de vorige... in het partijprogramma staat ook dat Limburg, Noord-Brabant, Gelderland meer ruimte moeten krijgen voor hun rivieren. Dus meer ruimte voor water. Ja. Ik ben benieuwd, staat dat verder in het partijprogramma voor de Partij van der Dieren in PVV of bij Volt? Wat denk je? Wie is hier ook voor? Meer ruimte voor de rivieren voor die provincies. Dat is denk ik de Partij voor de Dieren. Nee, is PVV. PVV, oké. Ja. Nou ja, dat is wel interessant, hè, want ze geloven eigenlijk niet in klimaatverandering. En klimaatactie, daar moeten we mee stoppen. Maar ze zeggen wel, we moeten het land alvast voorbereiden op als er straks klimaatverandering is. Dus ja, klimaatadaptatie staat in ieder geval wel al bij ze op de agenda. Maar er is nog een hele wereld te winnen voordat je de PVV een groene partij kan noemen. Nou, dat is een interessant punt, inderdaad. Ja. Dankjewel voor deze quiz. Dan heb ik nog wel ook een vlag andere... en wimpel geslaagd voor deze quiz. Ja, je hebt het wel goed gedaan. Okay. Ik vind het voor iemand met zo'n lang programma, kwam je er best wel goed mee. Gelukkig. Vind ik wel. Maar het is uiteindelijk natuurlijk aan de luisteraars van Kieswijzer Podcast wat ze ervan vinden. Zeker. Dan heb ik nog een belangrijke andere vraag. Je hebt een kieswijzer, maar je hebt ook een kieswijzer. Misschien wel belangrijker. Namelijk, wat zou er zitten in de D66-kies? Als jij een kies maakt voor D66, wat zit erin?
Wat zit erin? Ja, dat is eigenlijk een paar dingen. Allereerst van laten we ook een beetje optimistisch zijn over dat we gewoon een super vet land hebben. Ja. Maar dat we het ook sterker, schoner en eerlijker kunnen maken als we samen de schouders eronder zetten. En dan echt harde keuzes maken op klimaat, op landbouw en stikstof, op het onderwijs. Maar mogen maar er ook nog wel groenten in die kiesstanders van de landbouw? Ja, zeker. Oh, zeker, zeker. Ja? Nee, je hebt juist meer boeren nodig eigenlijk als je een duurzame landbouw wil. Maar dan moet je dus wel ook eerlijk zijn over wat er niet meer kan. En dat is een einde aan de bio-industrie. Oké, dus het wordt een vegetarische kies voor jou dan? Ja. Oh, zo'n kies. Sorry. Ja, dus ik ben er helemaal ingetrapt. Nee. Ja. Probeer naar mijn echte kies te krijgen. Nou ja, ik sowieso een vegetarische kies. Ik hou heel erg van eerst de groentes goed grillen en daarna pas in de kies verwerken. Oké, dus gegrilde groentes in de kies van D66. Ja, ja, dan als ik even de tijd heb in het weekend, dan maak ik een lekkere kies. En daarvoor voor heb je eerst wat harde keuzes gemaakt. Ja, exact. Nou, dat lijkt mij wel goed. Oké, dankjewel. Zo, die had ik even niet door. Slaaptekort.